Ik ben Frederik Peters, 32 jaar en ik zit namens de VVD in Provinciale Staten van Gelderland. En als je meer veiligheid, bereikbaarheid, woningen en economische groei wilt, stem dan op 20 maart VVD. Provinciale Staten zijn eigenlijk de volksvertegenwoordiging in de provincie. Dus de statenleden controleren het provinciaal dagelijks bestuur. En zorgen ervoor dat die dingen in de provincie gebeuren die belangrijk zijn. En die gaan dan vooral over wonen, die gaan over wegen, die gaan voor een stukje over veiligheid. Die gaan over de vraag hoe je met natuur omgaat. En als ik dan aan Nijmegen bijvoorbeeld concreet denk, dan denk ik bijvoorbeeld aan het hele verhaal rondom de dorpensingel. Waar wij als provincie het afgelopen jaar een extra financiële bijdrage voor beschikbaar hebben gesteld. Zodat de gemeentes Nijmegen en Lingewaard nu echt aan de slag kunnen met het aanleggen van die weg. Het is een dossier wat al een aantal jaren liep. En daarvoor hebben we als provincie nu voor kunnen zorgen dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Politiek is heel erg leuk. Je komt overal, je hoort ook van alles en je hebt echt de mogelijkheid om op onderdelen verschil te maken. En ja, toch het leven van mensen een beetje beter te maken. Als statenlid ben je eigenlijk enerzijds als op de achtergrond bezig. Dus veel gesprekken, veel overleggen met organisaties, met bedrijven, met andere politieke partijen natuurlijk, maar ook met gemeentes. En daarnaast op de voorgrond ben je ook veel in gesprek met inwoners van onze provincie. Om erachter te komen, ja, wat zijn de problemen op dat moment? Waar kunnen wij als provincie wat doen? Past het ook bij ons als provincie om te doen? Wat ik heel belangrijk vind is dat het wat veiliger wordt in onze provincie. En vooral ook in het zuiden van Gelderland, waar we veel drugsafvaldumpingen zien. De afgelopen jaren heb ik me ervoor ingespannen dat er 1 miljoen euro beschikbaar is vanuit onze provincie. Om de samenwerking tussen politie, openbaar ministerie en gemeentes verder te versterken. En we hebben ervoor gezorgd dat de grondeigenaren waar drugsafval wordt aangetroffen, dat die gecompenseerd worden voor de geleden schade. De komende 4 jaar willen we natuurlijk heel veel. Zeker in de regio Nijmegen willen we inzetten op een betere bereikbaarheid. Dus wat ons betreft gaan we een aantal knelpunten aanpakken, waaronder de A325, maar ook de Rijksweg Malden, knooppunt Bankhoef natuurlijk, de doortrekking van de A15. Als je wil dat onze provincie veiliger wordt, hè, dat die harde criminaliteit wordt aangepakt, als je wil dat we de files aanpakken, dat we weer kunnen doorrijden, als je wil dat er voldoende woningen zijn voor iedereen, en als je ook nog wil dat er gewoon banen zijn voor mensen, ja, dan ben je bij de VVD aan de juiste adres.